Goedenavond, Freya. We zijn er op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2019. Mag ik je eens vragen om jezelf eens kort voor te stellen, alsjeblieft? Ja, dus ik ben Freya. Ik ben afkomstig van Aalst. Ik ben zelfstandig in de branche sinds 2004. Ben ik gestart. Het heeft mij altijd gefascineerd. Alles wat betreft wellness, wat betreft haar, uiterlijk, huidverbetering, noem maar op. Het is uiteindelijk eindeloos, hè? Ja. En waar is jouw zaak gelegen? De zaak is gelegen in Aalst, het centrum van Aalst. En hoe noemt u zaak? Die is nu gewoon op mijn naam. Vroeger was dat een zonnecentrum en dat was Exotic Sun. Ja. Meer gekend in Brusselse. Maar dat is nu reeds even geleden, dus nu is het gewoon onder mijn eigen naam. En ik wil gewoon zeer veel bijleren, omdat er zoveel nieuwe technieken zijn. Vooral ook de permanente make-up, die microblading vind ik zo mooi. Ja. Hey, veel beter dan vroeger, niet? Ja. Kent het? Ik vind het is toch prachtig, hè? Dus uw specialisatie is vooral microblading, maar je zei dat je vroeger een zonnecenter had. En werk je dan nu ook met tanningsproducten, zoals bijvoorbeeld een van onze partners, D'Azur? Nee, ik werk met van mijn product. Ja, maar je werkt dus eigenlijk ook met tanningsproducten, dus dat is u wel gekend, ja. Permanent ontharing, ik doe ontharingen, microblading, en vooral mijn hoofdbezigheid is gelnagels, maar daarbij doe ik de andere dingen ook nog niet. Oké, dat is leuk om te horen. En van waar jouw deelname eigenlijk aan onze misverkiezing? Wel, omdat ik wou verder dan... Ik vond me te beperkt in dat winkeltje met de gelnagels. En ik wou eigenlijk de wereld een beetje meer er rond leren kennen. En er is veel meer dan dat winkeltje en die nageltjes. En er zijn zoveel grote, innovatieve wellness, gezichtsverbeteringsproducten. En daar wil ik echt meer gaan... Gaan op specialiseren, ja, kennis van hem en weet van hem en mee, ja, blijven leren en blijven bij. Ik ben zeer, altijd gepassioneerd en zin om bij te leren in de nieuwe technieken. Oké, dat is super. Dat gaat jou zeker van pas komen, want tijdens de verkiezingen ga je natuurlijk heel veel workshops krijgen. Gaat er ook een dag van Day of Beauty plaatsvinden, waar je ook nog eens andere bedrijven kan leren kennen. Mensen in de sector heel veel kunnen delen. Dus we wensen jou alvast heel veel succes met jouw deelname. Ziezo, dank je wel.